Alles moet van tijd tot tijd geüpdate worden. Daarom ontvangen sommige klanten van Ziggo binnenkort een nieuwe smartcard. De smartcard is je persoonlijke toegangskaart voor digitale televisie van Ziggo. Ontvang je geen nieuwe smartcard van Ziggo? Dan hoef je de smartcard die je al hebt niet te vervangen. Het vervangen van de smartcard is niet moeilijk en duurt maar een paar minuten. Op de nieuwe smartcard staat een nummer. Noteer dit nummer, deze heb je straks nodig om de kaart mee te activeren. Kijk goed hoe de oude smartcard in je digitale ontvanger of CI+-module zit. De nieuwe smartcard kun je op dezelfde manier terugplaatsen. Vervang je oude smartcard alleen wanneer het nummer overeenkomt met het nummer dat bovenaan de brief staat. Het is belangrijk dat je de oude smartcard binnen 2 weken vervangt. Na deze periode stopt de oude kaart met werken en kun je geen digitale televisie meer kijken. Log in op Mijn Ziggo om de nieuwe smartcard te activeren. En dat was het. Het omwisselen van de smartcards is klaar. Tijd om achterover te leunen en te ontspannen met je favoriete tv-programma. Meer weten? Kijk op ziggo.nl/nieuwe smartcard.